Vaak denken mensen dat alleen moslima's hoofddoeken dragen, maar hoofdbedekking komt ook voor bij bijvoorbeeld christenen of joden. De meeste vrouwen die een hoofddoek dragen zijn moslima. Met het dragen van je hoofddoek kan je je liefde voor het geloof laten zien, zoals in de Koran staat, het heilige boek van de islam. Misschien draag je hem ook wel om je lichaamsvormen te bedekken of om een bepaalde bescheidenheid uit te dragen. Er zijn dus verschillende redenen waarom je als moslima een hoofddoek draagt. En wat we hiermee ook willen zeggen is, oordeel niet te snel over iemand die een hoofddoek draagt. Ik vind het zo jammer voor die vrouwen. En dan zeggen ze wel ja, maar ik kies er zelf voor. Ik geloof dat niet. Je kunt niet voor een ander invullen waarom diegene een hoofddoek draagt. Je hebt vast meegekregen dat de vrouwen in Iran de straat opgingen omdat zij een hoofddoek moeten dragen. Moslima's uit Frankrijk gingen juist protesteren omdat zij op openbare plekken juist niet een hoofddoek mogen dragen. Hoe zit dat? Het lijkt alsof de moslima's uit Frankrijk en Iran het tegenovergestelde willen. Maar eigenlijk willen ze precies hetzelfde. De vrije keuze. Vrouwen willen zelf bepalen waar ze zich prettig bij voelen en wat ze van hun lichaam willen laten zien. Sommige vrouwen voelen zich heel krachtig als ze een hoofddoek dragen en andere juist wanneer ze dat niet doen. Meer weten over hoofddoeken, welke soorten er zijn en hoe je ze kunt combineren bij je outfit? Check dan jouw030.nl.